Dank u wel, Kamerleden, voor de uitnodiging en de mogelijkheid om met u een gesprek te gaan over de plannen van het kabinet voor het klimaat. Die kunnen namelijk wat Milieudefensie betreft een stuk beter en een stuk eerlijker. Het kabinet wil grote vervuilende bedrijven als Shell 550 miljoen euro subsidie geven om te vergroenen. Dus om te investeren in de toekomst van hun eigen bedrijf. Je zou het bijna investeringskapitaal kunnen noemen. 500 miljoen euro van die subsidie, dat is 90%, 90%, wordt niet betaald door Shell zelf, maar door huishoudens en kleine ondernemers. Zoals de bakker om de hoek of de installateur, die we straks nodig hebben bij het isoleren van huizen en het aanleggen van zonnepanelen. De industrie betaalt maar 10% van alle kosten. Dat is niet eerlijk. En het is niet effectief. En het moet dus wat Milieudefensie betreft anders. En het kan ook anders. Want met de juiste maatregelen. Met de juiste maatregelen worden de kosten eerlijker verdeeld. Gaat de vervuiler betalen en zo zijn eigen subsidiebroek omhoog houden, gaan er geen banen verloren en komen zelfs nieuwe banen bij, komt er 500 miljoen euro vrij voor lastenverlichting van huishoudens en kunnen we de klimaatdoelen binnen de industrie halen. Dat kan. En er is net naar verwezen, dat blijkt uit een onderzoek van CE Delft, een opdracht van Milieudefensie met een algemene CO2-heffing van 20 euro per ton met terugsluis. Economen zijn het erover eens. Deze heffing is eenvoudig in te voeren. Daarmee wordt uiteindelijk transparant wat de industrie nou echt betaalt. Er zijn ook slechte maatregelen, zoals de verschuiving van de extra energiebelasting van huishoudens naar bedrijven, de zogenaamde ODE-schuif. Grootverbruikers olie en kolen krijgen namelijk nu al vele vrijstellingen van de ODE. Als u daarvoor kiest, voor de ODE-schuif, laat u kleine ondernemingen in de steek. Want de vrijstellingen gelden niet voor de bakker om de hoek. Als u voor dit ODE-voorstel kiest, draaien zij op voor de extra lasten. Als u ervoor kiest, kiest u voor de belangen van de grote vervuilers. Een effectief klimaatbeleid kan alleen maar slagen als het eerlijk en rechtvaardig is. En dat heeft minister Wiebes ook beloofd in zijn brief van 21 december vorig jaar. Het kan, het moet en het is goed voor iedereen. En ik sluit af, het is een beetje vervelend om u eraan te herinneren, maar wij zeggen dit al jaren. In 2017 zaten we ook hier, precies in deze zaal, met dit verhaal. Het is dus nu echt de hoogste tijd voor actie. Dank u wel.